De Dag der Marrons, ook bekend als Marrondag, is een jaarlijkse herdenkings- en vieringsdag op 10 oktober. Deze dag staat in het teken van de strijd van de Marron-voorouders tegen onderdrukking en hun streven naar vrijheid. Wereldwijd herdenken en vieren Marron-gemeenschappen uit Suriname en Frans-Guyana de moedige daden van hun voorouders die door middel van hun strijd vrede afdwongen met het Nederlandse koloniale bestuur. Deze historische vrede werd vastgelegd in de Vredesverdrag van 1760 voor de Okanisi, 1762 voor de Samaka, 1767 voor de Matawai en 1860 voor de Aluku. Hiermee werd hun vrijheid en menselijke waardigheid officieel erkend. De Marrons in Suriname zijn onderverdeeld in 6 stammen. De Aluku, Samaka, Njuka, Matawai, Pamaka en Quinti. Het Vredesverdrag van 1760 werd op 10 oktober van dat jaar gesloten tussen vrijgevochten slaven in Suriname en de Sociëteit van Suriname. Dit verdrag verleende de Njuka, ook wel bekend als de Okaners, vrijheid en territoriale autonomie. Enkele jaren later, op 19 september 1762, werd een vergelijkbaar verdrag gesloten met de Samaka. Dit verdrag erkende de Saramakaners als vrije mensen. De ondertekening van dit verdrag wordt jaarlijks herdacht tijdens Samakadaka. De Marrons hebben zich op verschillende manieren verzet. Een van ze bijvoorbeeld is het doden van de slavenhouders, slavenmeesters. Enkele hebben dat gedaan, dat ze de meesters hebben gedood en daarna zijn gevlucht uit de plantages. Dat was één bekende manier. Daarnaast hebben ze ook het zo gedaan dat de mensen die al weg waren, die kwamen terug naar de plantages om mensen te bevrijden. Ze hadden namelijk een afspraak, sommigen zeggen het gaat om een sweri, dat ze elkaar beloofd hadden dat ze niemand achter zouden laten, maar dan steeds terug zouden komen om familie te halen. Ik denk dat de Marronnage onmogelijk succesvol zou zijn geweest als ze geen hulp hadden gekregen van de inheemse. De inheemse hebben een belangrijke rol gespeeld in de succes van de Marrons. Het is ontzettend moeilijk geweest, want je was continu op de vlucht voor het koloniaal leger. Mensen gingen van de ene naar de andere plaats en dat hebben ze decennia lang gedaan. Zeker meer dan, in sommige gevallen, meer dan 60, 70 jaar of langer zelf, voordat er uiteindelijk in 1760 en 1762 en daarna bij de andere vrede gesloten werd, waardoor ze dan op een, zeg maar, op één plaats konden wonen en met rust gelaten konden worden. Dus in die periode voorheen kon je niet zoveel opbouwen, want je moest steeds uitkijken van komt de vijand. Daarna merkte je dat er een bepaalde ontwikkeling zich heeft voorgedaan, de groei naar eigen zelfstandigheid, eigen economische ontwikkeling ter hand nemen. Wat ook is gebeurd met houtkap werd er gedaan, vrachtvaart. Ik weet niet of ze toen ook al aan gouddelven deden, want in de archieven kom je documenten tegen, bijvoorbeeld dat een Saramakaanse delegatie naar het Okaans gebied is gegaan en dat ze daar aan de Okaanse leiders daar goud hadden gegeven voor een bepaalde transactie. Dus de vraag je af, ja, als je niet zelf bent gaan zoeken, waar heb je het gevonden? Waar heb je het bedoeld? En het is niet dat het eenmalig was. Na de afschaffing van de slavernij ging het iets makkelijker met hun handel. Maar toen met de intrede van de partijpolitiek is er heel veel veranderd in de ontwikkeling van de Marron-gemeenschappen. Want ze moesten dan ook op de een of andere manier betrokken worden bij de nationale politiek en dan partijpolitiek. En de politieke partijen hebben
Ook geprobeerd hen te krijgen voor hun doelen, hun agenda. Maar ook als koloniale overheid zijn er toen dingen in geïntroduceerd die een uitdaging zijn geweest. En eigenlijk een probleem voor de Maron-samenleving zoals we die kennen. Dappere Maron-vrijheidsstrijders, er zijn zoveel. Je denkt bijvoorbeeld, ik denk aan bijvoorbeeld mensen als Ayako. Hij was een Samaka-leider. Die gevlucht is en op een gegeven moment gezegd heeft, ik wil nooit meer een blanke persoon zien. En eigenlijk gezworen had van een einde maken aan elke blanke die hij maar kon tegenkomen. En hij heeft dat ook wel succesvol gedaan, ook anderen gaan bevrijden. We hebben mannen als Bonnie, die een doorn was in het oog van de blanke. En die jaren uit het gezicht van de blanken is gebleven. Maar ook de mensen weten te leiden naar vrijheid. Een van de Matawai-leiders bijvoorbeeld. Jij waren twee broers, Mbeku en Musinga. Hun verhaal is bijzonder. Ze waren deel van de Samaka-gemeenschap. Ook de Samaka-vrede meegetekend. Maar op een gegeven moment wilde een van ze, ik weet niet meer welke hoor, naar Paramaribo gaan. Want uiteindelijk waren ze vrije mensen. En dan kon je met een pasje of met iets dan vrij naar Paramaribo gaan. En hij wilde via Wanika naar Paramaribo komen. Of para Wanika, in plaats van via de Suriname rivier. Want dat was een hele omweg. Dus hij kwam daar in Para terecht. En hij sprak met een van de plantagemeesters dat hij dan wilde overnachten om door te gaan. En de plantagemeester die zei op een gegeven moment van nee, ik ga dat niet doen. En die heeft allerlei lelijke dingen geslingerd naar het hoofd van deze Maron-leider. Hij heeft gezegd, kijk, dat pik ik niet. Zo ga je niet tot me praten. Je bent vrij, ik ben ook een vrije mens, dus dat gaat niet af. Die man wilde dat niet accepteren. Die zou gezegd hebben van de mensen met wie je vrede hebt gesloten, ga bij hen, maar bij mij moet je niet komen. Ik laat je zo je hoofd afhakken en ik breng het naar de regering, de leiders in Paramaribo. En daar krijg ik ook nog geld ervoor. Nou, dan had je die man uitgedaagd. Hè. Dus wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben toen 4 plantages van Para leeg geplunderd, 150 slaafgemaakte vrijgezet en teruggebracht naar het Matawai-gebied. Dat waren bijzondere dingen. Je hebt me uitgedaagd, we hebben vrede gesloten en toch daag je me uit. Ik accepteer dat niet. Het is in de geschiedenis het heeft een nawerking, moet ik zeggen, een negatieve nawerking, want dat heeft uiteindelijk geleid tot een breuk tussen wat we nu kennen als Samaka en Matawai, maar dat is een heel ander verhaal. Maar de leiders toen hebben gezegd, we laten ons niet onderdrukken door niemand. We accepteren dat niet. In het dorp Santigrom, het enige Maron-dorp niet ver van Paramaribo, wonen mensen die behoren tot 3 stammen, namelijk Matawai, Okaners en de Saramakaners. Hoe is het dorp gesticht? Dat is een lang verhaal. Dat is naar horen zeggen. Ik was er niet bij. Maar wat je hebt gehoord van verschillende ouderen die er niet meer zijn, is dat dit dorp gesticht is door een zekere Saramakaner. En Tangiba, Kwau. Hij kwam hier ergens eind 1800. U weet dat gedurende de slavenperiode er een moment was waarop
werd meegedeeld dat de slavernij zou worden afgeschaft. Plantagehouders hebben hun plantages verlaten, vooruitlopend, hebben directeuren daarbij aangesteld en op sommige plantages waren er nog wel enkele mensen die gewerkt hebben, maar die al een zekere mate van vrijheid genoten. Betekent dus dat de, wat we tegenwoordig marons noemen, de mensen, de Afrikanen die gevlucht waren voor de slavernij, de onderdrukking, dat ze ruimte hadden, vrij hadden om te bewegen. Want gedurende die slavernijperiode en het vluchten naar het bos was hun vrijheid beperkt. Gaandeweg konden ze zich vrijer bewegen. Dus deze Tangiba die was ook op zoek naar werk. En zo kwam hij dus hier aangeland. In Saint-Tigron wonen er marons van verschillende stammen. Niet alleen Saramakaner en Aucaner. Alle maronstammen die je in Suriname kan vinden, wonen hier. Inclusief mensen die op de plantages waren achtergebleven, die zichzelf kwalificeren als te zijn stadsnegers, Fotoma. Die hebben zich hier verzameld. Je begrijpt, wanneer zoveel mensen, verschillende mensen bij elkaar zijn, dan is het bijna onoverkomelijk dat er geen strubbelingen zullen zijn. Die strubbelingen zijn er, dat kan niemand ontkennen. Er zijn meningsverschillen. Er zijn zelfs gevechten geweest onderling. Maar ja, dat soort gevechten vinden meestal plaats vanwege de aanwezigheid van vrouwen. Dat is zo verleidelijk dat die mannen vochten met elkaar. Maar het heeft nooit geleid tot gewelddadigheden van die groepen bij elkaar. Er zijn inderdaad 6 of 7, maar ik denk 6. Ik hou het daar even op. Ik kan eentje missen hoor, maar hoe proberen deze kapiteins vrede te bewaren hier in dit dorp? Het lukt hen moeilijk. Laten we eerlijk wezen. Het lukt hen moeilijk. De laatste tijd en iedereen in dit dorp, volwassen mensen, zelfs de jongeren, weten het en ze beklagen zich er ook over dat er de samenwerking die er zou moeten zijn tussen de kapiteins er niet is. En dat heeft met niets, maar dan ook niets anders te maken. Dat heeft met machtsstrijd te maken. Machtsstrijd, jaloezie, dat zijn de basisingrediënten voor het niet kunnen samenwerken tussen de verschillende kapiteins. Toen de Saramakaners in 1762 vrede hebben gesloten met de koloniale overheid, waren er ook 2 inheemse leiders die hebben meegetekend met de vrede. Dus we praten over Samaka-vrede, maar er waren ook inheemse die meegetekend hebben voor de Samaka-vrede. Dus sowieso is er een bondgenootschap. Er zijn sommige stammen waarvan de stammoeder inheems is. Dus er is een hele mix. Je kan het natrekken. Ook mijn kant, de familie, de vaderkant van mijn moeder is inheems. Een van de belangrijke ontwikkelingen die je ziet, is dat de marons, de nakomelingen van de marons, inderdaad geprobeerd hebben hun vrijheid vorm en inhoud te geven, in te vullen. Dus die bewegingsvrijheid die ze hebben gehad, hebben ze optimaal proberen te gebruiken door te verhuizen naar verschillende gebieden in dit land. Overal zitten ze nu in Suriname. En in gevolgen zitten ze dan ook in het buitenland.
Dus ze zijn dan niet meer geïsoleerd in hun eigen woongebied. Dat is een belangrijk gegeven. Een andere is dat door de introductie van onderwijs en christendom ze ook zijn gaan groeien op educatief gebied. Het heeft een nadeel, dat is dat de traditionele gewoontes en gebruiken bijna verdwijnen. Omdat mensen niet weten de balans te houden tussen traditie en modern. Dus of je bent traditioneel of je bent modern. Terwijl je beide kunt koesteren. De Maron-diplomatie houdt onder andere in respect voor elkaar. Jong en oud, je kent je plek. Je behoort je plek te kennen. Die Maron-diplomatie bestaat onder andere ook uit het streven om je familie vooruit te helpen. En daarmee ook het dorp, de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Komend vanuit een onderdrukkingspositie hebben ze geleerd om solidair met elkaar te zijn. Daardoor is hun sociaal vermogen, hun sociaal gedrag heel erg ver ontwikkeld. Je kunt niet zonder elkaar. Wel, ik ben geen diplomaat en ik heb ook niet zoveel kennis daarvan. Maar ik weet dat als je als land met een ander land wil samenwerken, ten bate van je eigen economische en sociaal-culturele ontwikkeling, dat je respect moet hebben voor dat andere land. Wel, als je geen respect hebt voor elkaar als Marongroep, Okaners vinden dat ze beter zijn, Saramakaners vinden ze juist beter zijn, die Alukus vinden van wij zijn de dappere mensen, de Anogoto. Maar je moet dan die gemeenschappelijke deler moet je gaan zoeken. En ik vind dat Marons daar sterk in zijn. De Marons die tot de onafhankelijkheid niet in het straatbeeld van Paramaribo waren te zien, hebben zich intussen opgeworpen als een van de grootste bevolkingsgroepen van Suriname. Ze hebben hun plaats verworven binnen de politiek en anno 2024 hebben ze regeermacht weten te verwerven met het vicepresidentschap als hoogste positie ooit. De Maron is heel trots op zijn cultuur. Alle nazaten zijn hun respectieve taal nog machtig, omdat de moedertaal ook thuis wordt gesproken. Dit heeft erin geresulteerd dat in de Surinaamse muziekwereld Maron-artiesten furoren maken door in hun eigen taal te zingen. Dit wordt ook breed geaccepteerd door de Surinaamse gemeenschap. Suripop-winnaar Roger Pinas, die zingt onder de artiestennaam Benjamin Faya, weet daar alles over. Mijn cultuur is heel belangrijk, omdat ik ben mijn cultuur. Mijn cultuur is wie ik ben. Dus het is heel belangrijk voor me. Ik draag mijn cultuur door middel van zang en verhaaltjes vertellen. Werkelijke verhaaltjes, positieve verhaaltjes. Maakt niet uit. Ja, man. Something, a libe one make you body something. Ja, ori yusre fi something. I guess ina firi something. I guess you want dance something. Dit is sama kase medalisi peki sembe. En zo zijn we ook opgebracht en dat mag nooit verloren gaan. We zijn respectvol opgebracht en we zijn rustige mensen en niet alleen ook de Saramakaners, de Maron in general, maar ze zeggen de Saramakaners zijn echt respectvolle mensen en dat mag niet verloren gaan. Maar cultuur is belangrijk voor mij. Dat is een deel van mijn artiest zijn. Dus kijk, ik was
bezig een brand te zoeken voor mezelf. En begon bij mij bij mijn naamsverandering, want het is Jason Eduard. En Eduard is de Nederlandse versie van Edwards. En Eduwaiti is de Saramakaanse versie. Stel voor we bijvoorbeeld bij een pangyfeest moeten optreden, trek ik dan zoals ik nu gekleed ben, trek ik zo aan. En stel dat ik een lied wil schrijven, doe ik het vaker ook in het Okaans, zodat de mensen ook mijn taal kunnen aanleren. Want het spreekt ook diep. En de meeste mensen vinden het ook mooi, de manier hoe ik het uitbreng en al. Dus ik doe het op zo'n manier om het uit te brengen. Mijn cultuur is heel belangrijk voor mij, omdat ik het een... Ik ben trots daarop. En ik vind het een geweldige cultuur natuurlijk om de dingen te leren. Dingen die je niet eens wist en bepaalde dingen die bijzonder zijn. En voor mij is het een bijzonder iets. En ik wil het voor altijd met me meedragen. Ja, eigenlijk mag ik het niet zo zeggen, maar het lijkt alsof we zijn gekozen door God. Omdat de manier van leven is ook, we zijn respectvolle mensen, toch? Onze manier van doen, praten, we doen alles met gevoel en love. Ik doe wat je daarbij een odi, dan heb ik een pikiota, biofika, dan hoop ik ze, biota lispik ze, dan zo qua fessie. Mi wani tell you taki if you have one talent in you na kibien na fika tap say dai kibien ma brei uit I kan do tap say dai do a foto so dat it is sama foto kan see you fu ko lu kwa tap say if I doing ma shenga mu kisi you taki ya do talent fi I mu doing so I go on tap taki ya bien make you libi shucha nga makandi if we na understand we say fi a roots for we okaba. Maar make we understand we safe, make we lobby we safe in Makandi. Make we libi moya nga we safe, make we chai we safe leti for all Joe man picking. We chai we safe leti. Make this a holy he. Make take le lai gan sama so that the atamavi sadebo. Ni awan so ndim takai baka atongo maron diplomacy. That one takin a fasi fawe libia nga we safe. Pele speki de en pewe libi na fasi fudenga awa. Ai chai go na ala pesi efi e libi na fasi de. Da ifu wani fu buskonde a folok fu wi ifu wani fu amu go na meke uteke amaron diplomasi eke u kompasi lek asandim chawi. En da di kompasi fu di fasi fu libi fu businenge di deta da sebe li speki te igu akamia nefi tafika abaka adise obunu abi obunu e ute di lo fasile no di busko nefu kuwise ogo en di abi akit.